Mystic Ways, Reiki Healingen in Deventer. In deze video geef ik je een klein kijkje in mijn praktijk en leg ik uit wat Reiki kan betekenen voor je. Hallo lieve mensen, ik zou jullie graag een kleine uitleg willen geven over wat Reiki is. Want ik krijg daar best wel veel vragen over, wat het eigenlijk doet, hoe het een beetje werkt. En het is niet altijd heel erg makkelijk in woorden te brengen. Daarom zeg ik vaak ook aan mensen, ik nodig je uit om het bij mij thuis te komen ervaren. Maar een kleine paar dingetjes wat misschien een beetje helpt om het te leren begrijpen. Reiki valt onder de alternatieve geneeswijze. En het is eigenlijk werken met energie. En dat klinkt heel raar, want energie komt uit mijn hoofd. Het is een universele energie die ik doorgestuurd krijg van boven naar beneden. Dat betekent ook dat als ik een reiki geef, dat ik daar niet moe van word. Dat ik zelfs een deel van mezelf aan het helen ben. Nou, ik ben zelf master in de Ushi. En die Mikano Ushi, als ik het goed heb gezegd, want dat heb ik stiekem nog een beetje opgeschreven van de Mikano Ushi. Dat is de grondlegger en de herontdekker van de Ushi. Daar ben ik zelf de master in. En ik heb pas nog ook psychic reiki hierbij gedaan om mezelf te kunnen versterken. Nu vind ik het heerlijk om daarmee te werken. Maar jullie moeten wel weten, iedereen heeft een zelfvermogen om jezelf te helen. Dat zit in ons. Misschien is het een beetje dichtgeslipt in heel de maatschappij waarin we tegenwoordig werken. Dus het is ook niet zo dat het een speciale gaaf is dat je reiki kan, want iedereen kan. Door middel eigenlijk van inwijdingen die ik gedaan heb, word je stap voor stap word je opengezet. Nogmaals, het is niet sturen vanuit mezelf, maar sturen vanuit wat ik doorgestuurd krijg. Nou werkt Reiki zowel op fysiek niveau, emotioneel niveau, spiritueel niveau, energetisch niveau, maar ook mentaal. Dus het is eigenlijk, als je bij mij ligt, kan je een beetje helen zonder te praten. Op het moment dat je bij mij op de bank ligt, mag jij lekker je oogjes dicht doen en ontspannen. En ik ga op een bepaalde wijze ga ik langs je lichaam heen. Daarmee kan ik blokkades oplossen. Daarmee kan ik jouw lichaam weer beter door laten stromen. He? Het kan wel eens zijn dat mensen als ze bij me vandaan komen, dat ze zeggen, ik heb wat darmkrampjes. Of ik heb het idee dat ik heel erg griep ineens krijg. Nou, wat Reiki doet, is eigenlijk een boost geven door heel je lichaam. Dus alles wat je er een beetje in hebt zitten, gaat er met een sneltrein uit. Dus het kan inderdaad wel eens voorkomen dat als je bij mij vandaan komt, dat je wat last van je darmen krijgt of dat je in één keer de griep iets meer voelt. Nou, dat betekent dat je op dat moment gewoon sneller van je klachten af bent. Nogmaals, moet ik heel duidelijk even zeggen, het is zeker geen vervanging van de medische wetenschap. Dat is ook geen reden om bij mij te komen, maar het kan wel heel mooi hand in hand gaan. Ik zijn een aantal mensen die een chemokuur hebben, waardoor ik ze kan helpen om de chemokuur te verzachten. En wat sneller. Dus ja, de gifstoffen uit je lichaam te helpen. Maar vooral is Reiki ontzettend ontspannend. En geeft het gewoon, als je hier bij me weg bent, een volledig gevoel. Waardoor je veel beter tot jezelf kan komen. In de video hierna ga je een beetje kijken hoe ik iemand behandel met Reiki. Dankjewel.